naar de Wolf. We gaan vandaag wat superleuks doen. Maar als eerst gaan we er naartoe en dan ga ik hierin zitten. Dus dat gaan we zo even doen. En als we er zijn, dan weten jullie het al. Ik ga ook vloggen. Als ik in deze auto van mijn vader zit, een werkauto, ga ik hierin zitten. Maar dat mag eigenlijk niet. Zo moest ik hem. Dus ik ga er nu in en dan ga ik vloggen als ik erin zit. Nou, ik zit er nu in. En als ik eruit wil of zo, dan moet ik wel even zeggen, want je moet er natuurlijk ook wel uit. Oké, we gaan nu rijden. Ik vind het eng. Ah, dit is eng. Dit is eng. Dit is eng. Hij gaat hard. Oh my god, dit is eng. Oh my god. Het is heel groot. Ik ga zo weer... Oh, we gaan straks... Oh, oh, scherpe bocht. Oh my god. Holy shit. Dit is zo eng. Dit is eng. Oh, ah, ik stoot mijn hoofd. Ah. Oeh, ah, voel mijn bolly. Ik ga even liggen hoor. Ik doe deze af. We zijn al een stukje aan het rijden. Wel goed. We gaan wat heel leuks doen. Ik vertel het echt als jullie zijn. En een rotonde gaat nooit goed. Een rotonde gaat echt nooit goed komen. Wacht, trouwens, ik zet jullie wel even op timelapse. We zijn er. Je kan hier. Hier zie je een heftruck. Ik denk dat jullie nu wel wat idee hebben. Oh, au. Oh. We zijn er nu. We zijn nu aan het parkeren. Het is bij water. Hier achter. Daar zie je het al. En ja, ik ga buiten weer verder filmen. We gaan boot ophalen. Oh, dit is zo'n ding. Achter dat karretje is mijn boot. Ja, kijk eens. Ja, als het goed is, is dat onze boot? Even kijken. Nou, ik weet het niet, want er staat geen naam op. Oh, wacht, dit is hem niet, toch? Ik weet het niet. Is dat onze boot? Oh, dat is niet onze boot. Oké, we gaan nu onze boot zoeken. Hierop. Ik vind het hartstikke eng. Mijn hart... Hier zijn allemaal boten. Oh my god. Het zijn allemaal boten. Maar ik zie de onze echt niet liggen. Hier allemaal dingen waar boten op dan staat. Misschien hier. Er is ook helemaal niemand hier. Hè? Ik ben de enige die hier boven is. Het raampje kijken of zo. Oh, ik zie onze boot. Daar, dat kleine bootje. Dat is hem. Hier, dat is hem, dat is hem. Dat is hem, dat is hem. Ga ik weer terug? Sorry dames en heren, ik vind het achter een klein beetje eng. Het is ook eng om hier te lopen, hoor dan. Ik loop echt hard. Oké, we hebben onze boot gevonden. Dus ik ga nu naar de boot toe lopen. Ik ga nu zelf vette shots maken van mijn boot. Veel plezier met kijken. Boot. Het heet Brilletje 1. Mijn moeder heet Priscilla aan. Deze boot heet dus Brilletje 1. En dat is dus onze mooie, prachtige boot.
We zijn al een tijdje aan het poetsen. En ik ben een beetje muziek aan het luisteren op mijn telefoon met oortjes in. En mijn opa, die heet Harry. Ja, Harry. En die komt er ook aan. Hij gaat dan ook helpen met de boot en zo. Gaan we ook varen, dus dat wordt heel tof. Zijn we hier, we hebben hier een hele mooie caravans. En daar een hele grappige auto en zo'n trekker. En mijn vader gaat nog even naar de wc. En als het goed is, wordt dan de boot erin getakeld. Jullie zien het zo. Ik heb er nu al zin in. Ah! Kijk, met dit ding wordt de boot in die touwen gedaan. Wordt het roep hier het water in getakeld. En zo moet je de boot doen en ik ga dat zo ook filmen. We staan nu bij het plekje en hij is er nu aan het rijden. En hij gaat dus precies heen waar ik sta. Dus dat is niet zo heel erg handig. Daar staat hij dan, onze lieve, leuke makker. Brilletje 1, de man met de John Deere. Hij wordt er nu ingetakeld en dat gaan we natuurlijk even laten zien. Natuurlijk wel verstand van, want je doet dat niet zomaar. Nu gaat hij hierin en gaat die touwen die daar zitten, gaat daar aan vast. Zie je? En dan gaat hij de andere kant, gaat hij ook daar vast. En dan wordt hij omhoog getakeld en erin gezet. En dan gaat het nu echt gebeuren. Hij zweeft. Oh my god, hij zweeft gewoon. Hij zweeft. Dit ziet er zo eng en vet uit. OMG. Het is echt heel erg vet, maar ik ben bang dat hij laat vallen. Kom op, kom op, kom op. Gaat water in. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, hij wordt erin gezet. En dan gaan we zo lekker varen en nu gaat hij omlaag. En ja, en zo gaan we lekker varen. Nou, dit is dus een mooie boot. Start niet al en er ligt echt alles in. Ja. Hij is hartstikke mooi. En hier moet ik hem aan de voorkant vasthouden en dan gaan we er straks in. Nou, we zijn nu lekker aan het varen. Hier heb je een paar mooie huisjes. Hier ook een boot. Die zweeft. Ja, en zo ga je eigenlijk een beetje de hele weg varen. En ik ga ook zo een stukje varen en dan gaan we ook zeker filmen. Nou, we zijn nu naar huis aan het varen. En natuurlijk wel een zwemvest om voor de veiligheid. Want toch, als je uit het water valt, je weet maar nooit. Daarom zal ik het altijd nog onder. Ja, als we onder zitten. Dit gelaten verbouwd.
En toch? Er ligt hier een hele, hele mooie boot in. Gezet door de politie daar. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar het is niet goed, dat weet ik wel. Er komen nog meer politie's bij. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik vind het gewoon eng. Kijk dan, is dat helemaal vol? Oh, er komen steeds meer politie's bij. Ik snap het niet. En we gaan even een lekker kibbelingetje halen. De boot staat hier en ik ga even lekker plassen. Ja, daar komt er weer allemaal politie's en zo. En we gaan er even heen en ik denk dat we even gaan vragen wat er aan de hand is of zo. Het is helemaal afgezet. Ik zie hier ook een ambulance staan en zo. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Hier is er iets aan de hand. Het is erg, heel erg. We moeten naar het toilet. We weten dus niet hoe we daar moeten komen. Allemaal ambulances en mensen worden aangehouden. We moeten naar achter, we moeten weg. We weten wat er gebeurd is. Er is iemand onder de bus gekomen. En ik hoop dat het goed is met diegene. Als het goed is, is het deze bus. En het is heel heftig. En hier staat brilletje 1. Het is een hele mooie en leuke boot. En we hebben lekker kibbelingen. En morselen met kibbeling eromheen. En natuurlijk een zwemvest hou ik aan. Dat zit ook super lekker. En voor de veiligheid.
zometeen gedaan en de motor gaat even starten. En we gaan weer verder rijden. Ik denk dat we nu naar huis gaan, want ja, varen. En ja, dus we gaan nu naar huis varen, rijden. We gaan nu een hele, hele lage brug onder. En we gaan nu natuurlijk even de bukken. Als hij nog een paar centimeter groter was, dan hadden we echt gebot. Maar dat is dus de kleine brug. Weten jullie het nu wel? Hier, dit was de stijger. En we zijn hier aangekomen. Aan de stijger. We hebben de boot afgesloten. We hebben lekker schoongemaakt. A few moments later. Dit was eindelijk een video. Geef een wow! Geef een duimpje omhoog. Abonneer hier op mijn kanaal. En als je op mij abonneert, dan moet je natuurlijk eventjes op het belletje klikken. En als je op het belletje klikt, moet je op alles klikken. Later!